De e-glove is gemaakt van een elastisch materiaal, past op de meeste handen. Het metaal is voorzien van een zilvercoating. En die zilvercoating, dat is het geheim van de e-glove. Die zorgt namelijk voor dat apparaten de e-glove herkennen als zijnde de huid. Nu is het belangrijk om te laten zien hoe goed dit werkt. Daarom hebben we hier een iPod Touch, de laatste generatie. En zoals je ziet, herkent hij feilloos de handschoen als zijnde dat het iedere andere vinger is. Het typen met de e-glove is wat lastiger, dat geven we toe. De e-glove is dus voornamelijk interessant voor mensen die even een website willen bezoeken door een icoontje aan te toetsen. Maar het tikken zelf, dat is en blijft gewoon vrij lastig. Wat ik ook merk met de e-glove is dat het apparaat vrij glad wordt in de handen. Een beschermhoesje is dus wel fijn voor het geval dat je hem uit de hand laat vallen. Nu hebben we hier niet alleen de iPod Touch liggen, maar ook de Omnia 7 van Samsung. Ook een multitouch toestel. Wederom is daarvoor geleiding van groot belang. En ook hier zie je dat het eigenlijk geen moeite kost om het toestel met de e-glove te bedienen. Nou, de conclusie van deze test is dat de e-glove zeer geschikt is voor de belofte die het bedrijf ermee maakt. Het is de ultieme handschoen om touchscreen apparaten mee te besturen. Het is jammer dat hij alleen via Vodafone verkrijgbaar is op het moment dat je een prepaid pakket koopt van 100 euro of meer. Het bedrijf heeft wel aangekondigd vanaf januari internationaal te gaan distribueren. Dus degenen die geen prepaid pakket nodig hebben, zullen even moeten wachten.